Hallo mensen, welkom terug in Prison Architect. Vandaag gaan we niet zoveel doen, zeg maar, als ik het zo mag noemen. We gaan wel veel doen. Ik ga namelijk een beetje de layout van mijn gevangenis veranderen. Wat ik sowieso wil doen, is dat al deze cellen die hier zijn, nou niet alle, maar zoveel mogelijk, ik wil ze zeg maar een beetje hier naartoe hebben, zodat het hier wat groter wordt. En dit kan ik bijvoorbeeld gaan gebruiken om een grotere common room, waar ik bijvoorbeeld die 30 tv's en die 30 stoelen in kan zetten. Of een grotere doucheblok, of een grotere kantine. Die kantine moet ik sowieso nog doen, want er staat dat ik nog geen kantine heb. Dat ik 50% achter, dus het kan zijn dat ze bedoelen dat ik nog geen groot genoeg kantine heb. Dus dat ga ik sowieso even doen. En dan ook die solitaire cellen wil ik eigenlijk ook eventjes naar een andere plek. Dus daar gaan we nu gewoon mee beginnen. Dan zet ik de tijd vooruit. En we waren ze al aan het bouwen? Nee, zo te zien niet. Ze zijn even bezig met de elektrakabels daar. En dan ga ik even de nieuwe clone command gebruiken. Nou, command. Waarom zei ik command? Waarschijnlijk vanwege Minecraft. En dan ga ik dat. Ik heb vanaf die muur. Zo, dan mag daar een blok. Er is drugs. Maar ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Ja, dan moet ik zelf even gaan kijken naar hoe ik deze cellen hier ga oplossen. Dat ga ik doen door een muur en dan twee cellen. Daar een muur. Ja, op deze manier dan maar. Het is jammer dat ik nu... Oh, ik klank mag weg. Dat ik hier nu een rijtje over heb. Maar in principe maakt het niet uit. Want als we... Als ik de gevangenis dan wat uitbreid, ik wijs met mijn vinger, maar ik moet met de muis wijzen, kan ik gewoon een gang zo laten lopen, zodat je niet heel ver door één gang moet lopen, zeg maar. En waarschijnlijk wil ik dan ook telkens tussen zo'n celblok, wil ik waarschijnlijk ook een gang laten lopen. Dus ga ik als eerste even, nee, als eerste ga ik zorgen dat dit allemaal geconnect wordt. Ik denk dat het wel goed gaat. En dan wil ik even ervoor gaan zorgen. Verder klopt alles toch? Ja. Het doet alles goed. En dan wil ik even gaan doen. Planning. Oké, pathways. Zorgen dat dit voorlopig een beetje de hoogte in goed blijft. En dan zo. En dan hier ook maar. En hoeveel blokken moet ik hiervoor berekenen? Dat is dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tot de volgende muur. Oké, dus dan ga ik even een beetje instellen hoe groot het moet worden. Zo, dit is nu ongeveer wel hoe het moet gaan worden voor het eerste blok. Ik ga even hier dit toch allemaal even weghalen, zodat het allemaal wat netter eruit ziet. Ja, dat klopt. En dan moet ik even zorgen dat hier ook altijd een gang blijft bestaan. Dan ga ik hier even de fundering neerzetten. Concrete. En dan tot daar. Dat ik toch al deze cellen hier naartoe kan brengen. En even kijken, ik heb 15 prisoners. En ik heb dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22 cellen hier. Dus in principe kan ik al deze cellen hier al weg gaan halen. Dat is op zich wel goed. Oh! Oeh, gelukkig is dat niet gebeurd. Ik zat bij foundations. Waar ik moet demolish wall hebben. Dit werkt zo te zien ook. Nee.
Jullie hoeven niet de fundering. Oh. Ze gaat volgens mij de fundering weghalen. Oeps. Nou ja. Oké. Okay. Dat is nu geregeld. Ik moet dus even die muur weghalen. En die muur weghalen. En hier mag dan weer even een muurtje. Maar er moet natuurlijk wel stroom heen. En dat doe ik nu. Wel zo. Maar het kan zijn dat de power station het niet meer aan kan. Dus het kan zijn dat ik wat extra. Dat ik een tweede power station in deze hoek bijvoorbeeld. Ga toevoegen. En daar gaat al mijn geld. Ik ga ook in de min. Dus dit is allemaal niet goed. Demolish walls. Dat mag gewoon gebeuren. Het vervelende. Nee, want ik heb genoeg cellen. Ik wil zeggen, het vervelende is nu dat ik deze cellen niet kan afmaken. Omdat ik er niet genoeg geld voor heb. Qua. Ik kom even niet op de naam. Qua. Pijpen voor de. Riolering. Voor de riolering, dat is het woord. Maar. Om deze cellen weg te halen, maar ik kan zeggen. Maar deze cellen zijn al weg. En ik heb genoeg cellen, had ik al. Dus ja. Gaan we gewoon even. Heel snel door. Maar goed, ik moet even zorgen dat ik. Geld ga verdienen. En. Hoe ga ik dat doen? Low. Oké, mooi. Nu kost dit nog maar $1 per dag. Ah ja, per gevangene. Dus dat. Oké, nu heb ik tenminste weer wat geld. Ja. Ik weet niet wat het gaat doen dat ik nu gedeelte van mijn gevangenis heb verkocht. Maar ja. Dit mag nu allemaal objecten, cel-object. Of. Ik weet niet. Dus mijn hand al. Ik weet niet waarom dat niet gaat. Maar goed. Ik ga gewoon dit lekker allemaal weghalen. Ja. Ik moet even ervoor gaan zorgen. Dat ik. Dit goed ga krijgen. Prison labor. Waarom? Required. Kitchen safety and hygiene. Oké. Kitchen safety and hygiene. En. Workshop safety. Ah nee, kitchen safety and hygiene. Dat is goed. Tussen 3 en 5 p.m. En dan moet ik weer even nieuwe solitaire cellen maken. Maar goed, dat doe ik dan. Wil ik dat hier doen? Ja, dat doe ik voorlopig even hier. Ja, dat klopt nu. Deze cellen kloppen. In de classroom wordt hard gewerkt. Zullen we zien. Op naar de douches. Oh. 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 De douches. Daar was ik al bang voor. Ben ik vergeten te fixen. Daar mag ook gewoon de muur. Oké. Dan ga ik nu even een nieuwe douche maken. Oké, dan komt hier nu. Even. Drains in. En dan. Mogen die muren weg. En dan zou alles goed moeten gaan. En dan mag in principe. Deze. Shower mag weg. Want dan kan ik ook hier een grote kantine maken. Moeten ze wel verder lopen tussen de keuken en de kantine. Maar in principe kan ik dan ook de keuken weer groter gaan maken. Waarom zegt dit dat er geen water is? Want er is gewoon water. Nou ja, in elk geval, er loopt water uit. Wat heeft een kantine allemaal nodig? Ik moet natuurlijk ook even een deur erin doen. Of gewoon een gat erin. Maar dat doe ik niet. Ik doe een large jail door. Ik doe daar. En daar. En wat hebben ze allemaal nodig? Een serveertafel. Dat is logisch.
Die kant ook. Tafel en een bench. Ik vind het best goed gelukt zo. Ik heb nu 44 cellen, dus ik kan heel veel meer gevangenen krijgen. Ik zie nu, de kantine is erbij, dus ik hoef nu alleen nog maar 30 tv's en 30 stoelen neer te zetten. Wat vrij veel is en ik denk eigenlijk ook wel redelijk duur. Een tv kost 200. Dus dat is 6000 euro volgens mij. Dat weet ik niet zeker. En een stoel kost 30. Dus dat valt nog redelijk mee. Dat is dan 900 euro. Maar goed, en ik heb wel stoelen. De kantine is verplaatst. Ik ga deze kantine opheffen. Dat wordt nu niet meer als kantine gebruikt. Ik moet wel nog dingen zoals de CCTV monitoren hierin zetten. Maar goed, dat is voor de volgende video. Ik ga er nu mee stoppen. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik zie jullie weer in de volgende video.